Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft 141. En dit keer zijn we nog steeds in de 1.0 map om te kijken wat er is veranderd en hoe zag het er toen uit. En dat is schokkend en lachwekkend tegelijk eigenlijk. En hallo jongens, jullie zijn er weer, Leroy en Gio. Ja, hallo. En Irmaatje. En we hebben Robin. En we missen weer iemand. Oh, daar komt hij aangevlogen. Oh. Hij is altijd te laat, maar hij komt er wel. En dat is nu Kevin. Ja. En nou, dit is de Wreck-It Ralph. Die is eigenlijk niks veranderd, geloof ik, aan mijn hoofd. Dat is apart. Het grote bord is er nog. Get Wrecked. Vliegend voertuig. Get Wrecked. Wrecked. Get Wrecked Ralph. Het staat nog helemaal leeg hier, maar ik ben benieuwd naar de Wally. Moet je kijken, hoor. Zullen we eens kijken? Wow. Ik denk als we even... Gaan jullie zitten? Ik duw wel. Ja. Ik hoor al dingen afgaan. Oh jee. Uh-oh. Dat is spannend. Ja. Of Irma? Niet bewegen. Nee. Oh nee! Laat het hem gewoon bijzeggen. Nee. Het allerslechtste voorbeeld. Dit was de... Nou, dat was explode. De ik ging slopen die eikoek. En als je verder liep... Nou, even serieus jongens, even TNT weg, even leuk. We gaan even serieus kijken, want de mensen die hier denken van ja, de opblazen kunnen we zelf ook. En hier hadden we de Grofisch Funpaleis. En dat was ontzettend leuk, want er konden de kinderen in en er stond ook een bordje bij. Als je kinderen zat bent, dump ze hier. Weet iemand dat nog? Ja. Zo grappig. En Irma, kom je? Dat was de, hier was de ingang en dan liep je eigenlijk. Dat kan toch niet? Nou, de ingang is wat groter geworden dan normaal. En was hier een gedeelte namelijk, en dat was een soort VIP-studio, weet je dat dan nog? Mm-hmm. En... Wat? God, wie sloopt hem nou? Nou, ik wou het hoofd vervangen voor een TNT. Nee. Yes. Oh, je zit er kwam naar mijn water om. Oké, jongens. Laten we stoppen met TNT, goed? Oké, bij deze officieel, ja? Oké, we gaan kijken naar de studio's. En dit was de attractie die nu verplaatst staat bij de Toontown Studios. Is nooit meer veranderd. Superleuk. God, duur het lekker net van die superhelden. Ik zie jullie echt weglopen en dan zie je die TNT's op de achtergrond exploderen. Superleuk. Oh, en dit is leuk. Dit is het begin van Duckstad. Is ook helemaal veranderd. Wow. Voor de derde keer al. Dit is het begin van de studio's. Oh, weten jullie nog? Van de studio's, ja. Weten jullie nog? De boom? De boom die daar in het gebouw stond. Oh. Weet je nog? En dit is onze 3000 jaar oude boom. En die boom, jullie weten het niet, maar die is eigenlijk gemaakt van... TNT-blokjes. Maar daar hebben we nooit meer aan gezeten. Nee, Leroy? Als we verder gaan kijken... Het was een boom! Een boom, ja. Ja, Marvel! Oh, gaaf! Daar wil ik even doorheen kijken. Zonder dat alles opgeblazen wordt. Godverdorie. Het Marvel-gebied, kijk nou, dit is echt oldschool. Dit is echt gaaf, de Hulk. Dit is gemaakt door Gravenger. En hun hebben dit... kijk dan, de bordjes stonden zelfs op openbaar hier. Wow. En dit was leuk, dit is gaaf dat dit is bewaard. Moet je kijken. Tel de itemframes, jongens. Dit is een hint. Zijn er meer dan 500? Nee. Ja, en dat was wel mooi, want deze Spider-Man-attractie van Koen, die was heel mooi. Daar moeten we echt eens een kijkje nemen. Corvid TNT, dat is echt zonde. Want... Ja, zonde, ja. Want heel zachtjes eigenlijk erin zitten. Zo. En dat was zeker een hele mooie attractie, hoor.
Dus ja, dan kunnen we echt nog wel een keer wat mee doen misschien in de toekomst. Misschien de power plant. Kijk eens. Heel vet. Oh. Heel gaaf. En hier ging je stoppen dan met het karretje. Hier had het systeem nog open. Het hele systeem open. En dit was echt een fantastisch, want dan stond je stil en dan gingen de lampen uit. Die explodeerden uit. Oh, cool is het nou. Vincent is een eend. En wat is de... Oh. Vincent is een eend. En daaronder... Ja, maar Gio is een... Piemel. Is een no, oh, oh. Ik wil zien. Wat is het toevallig Piemelka? Waarom dat? Gio is een piemelkaas. Nou, bij deze. Gio is een piemelkaas. Oh, oké. Okay. Weet ik dat ook weer. Even Marvel. We gingen zelfs logo's maken. Met Erik en Gio hebben dan een paar poppetjes gemaakt. En die zouden dan verspreid staan in de attractie. Zoals je hier Deadpool, geloof ik. Spider-Man, Viper. Ik zie Hulk en Iron Man. Wie is Viper? Is het niet Viper? Die is... Hoe heet die zwarte dan? Venom. Oh, Venom. Ik dacht Viper. Hoe kom ik aan Viper dan? Was dat ook een zwarte? Was dat wel eens Viper dan weer van? Weet ik niet. Oh, dat was ook een Marvel karakter voor mij in mijn hoofd. Oh, wat is hier nou weer? Joey. Joey, groeten koekenman. Oh, die koeken. Ik geniet. Koekenman. Koekjes. En dit was de dit oh. Is ook wel gaaf om te zien hoor, dit. Kijk, je moet met je muis op dat koekje gaan. En dan? Oh, genie. Rip Joey was de beste jongen. En hier hadden ze een dingen gemaakt. Hele realistische supports, vind ik zelf. En wat er aan van over is nu. Helaas konden we het niet meer zien, maar dit was een achtbaan. Die ging dus gewoon net als de boomerang. Kijk wat idee. Een boel. En hier... Lampen ook. Ja, echt hè. En hierachter zien wij... En dan komen we in de studio's. Dit was de Muppet. Of kijk, de Muppet... hoe noemen ze zo'n ding? Ja, dat maffe ding. Ja, prachtig. Die oh god. Kijk eens wat hier staat. Oh jee. Oh, die octopus. Oh jee. Ja, de itemframes. Ja, daar komen we binnen. Kijk eens. Hoor. Oh jee, dit is de Muppet Theater. Oh. En nog, ik denk dat het onveranderd... Ja, het is nu weer veranderd. Maar, oh, kijk nou. Hier was de eerste luisje. Show, geniet en luister. Oh god, wat is het? En wat zal er achter het doek staan? Oké, okay, daar gaan we. In 3, 2, 1, slopen! Wow, dat is heel een drumstel. Oh, drumstel. En daarachter staat natuurlijk, ja, de ja. Robbie. La 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 la. Wat een mooie dag hier in Disneycraft. Ja. 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 Vol met TNT! Oké. Dames en heren, dit is wat er gebeurt wanneer Robbie een poepje laat. Oké, daar komt ie. 3. 2. 2. 1. Oh, dan gaat de TNT afrennen! Zo, dus, heel wil je snel van je theater af, Hero ja. In. Ja. Zo. Kijk al redzaam. Robby scheten, kwaliteit scheten voor een lage prijs. Echt, is het hoofd nog gespaard van Kermit? Ja! Wauw! Wow. En even dit. Hij staat er dubbel op, zie je dat? God, alleen dat neusje. Kijk hoor. Nou, niks meer aan doen. En dan krijgen we, als we verder lopen, dan zien wij de Toy Story. Dat is ook wel old school, timeset 0. En dan zien wij denk ik dat dit gewoon een dark ride is. Wat, kijk dan die pijltjes. Wat is dat dan? Knoopjes of zo? Dat was eerst Glowstone. Nee. Dit zijn broodroosters. Prachtig. Kijk nou. Ja, dit kennen we allemaal wel. Wauw. Dit is echt old school. En dan gaan we... Oh, kijk nou. Dit is helemaal fantastisch. Oh. Het Chinese dorpje. Ja. Het Chinese dorpje stond hier. Fantastisch om te zien. Ja. Oh. Dat is even gaaf. En de draaimolen die nu helemaal bij het begin staat. Die staat... Bij de stond hier eerst. Ja, ongelooflijk. En hier zien we zelfs wat staan daar voor bordjes. Ook zou onze bus er nog staan. Demi, kijk nou, een bordje van Demi. Ja, omdat ik het gebouw had gemaakt en ik kon geen mooi dak maken. Dus toen heeft Demi een dak gemaakt. Super. Gio, en stof. Ja. Zou die bus er nog staan? Drievliet speeltuintje was dit. Weet je nog, die bus? Wat is zo'n bus? En die was super lang. Bus Lightyear. Toen gingen we verhuizen naar 2.0 en dan hadden ze een super grote bus gebouwd voor de tuinslang. Die zat hier ergens, weet ik me nog. Moeten we verzoeken hier, ja. Oh, dus serieus, kijken hier nog een Oh, glijbaan. Wow. Kijk. Oei. Oh, die dumbmaps ja, van mij. Ja, gevonden. Vrachtwagen. Oh. Dit was de Coca-Cola vrachtwagen. Oh, wow. Jee.
Kijk nou, hadden... oh die, leuk. Oh, dat, die platte. Kijk, dat is voor de thuisslang. Wat is het? Dit is voor de thuisslang. Om mee te verhuizen naar 2.0. Ja, prachtig. Kom de thuisslang erin. God. heb je dat gezien, jongens? Zie je die jump maps? Oh. Ja. Oh, sommige zijn nog niet eens gebouwd nog. Moet je kijken. Er zat ook een heel verhaal in. Oh, dan ging hier het huisje van het laboratorium en zo. En hier had je dan dat lava. En die moest je onder de grond. Ja. En hier had je allemaal puzzeltjes. En die moest je langs een gevangenis dan in een boekenkast. Leuk dit hoor, die levels. Hoop werk en gevangenis hier. En dan had je een wolkleveltje, moest je jumpen. En een glaslevel. En dan ging je de ingang van het kasteel. En oh, dat hier... glas. Oh. En dan hier had je ijs. En wauw, dit is fantastisch. Wow. Laten wij nog even een beetje richting de spawn gaan, naar het kasteel. En dan gaan we daar de grote afsluitende video maken van 1.0. En ongelooflijk is de map veranderd en wat zijn er een hoop dingen weggehaald en bijgekomen. En dat is, ja, dat is ongelooflijk om dit een keer te zien met iedereen. En ik hoop dat jullie leuke video's vonden in ieder geval. We gaan natuurlijk een leuke grote afsluitende kreet maken. En trouwens, waar ik nu ben, moet je ook nog even zien. Constantin! Dat is hier zo. Hier stond namelijk een... attractie, die hebben wij verwijderd uit de server en die is nooit meer gekomen in de server. Dat is jammer, want het is een hele leuke attractie die we nog wel een keer kunnen neerzetten als ideetje, als opvulling. Maar in ieder geval, dit was een schommelbootje. Ja. En ik vind dat we deze nog wel moeten bewaren en misschien een leuk plekje moeten geven in Toontown. Die is leuk. Toontown heeft dit soort dingetjes. We gaan deze voor Toontown gebruiken, mensen. Bij deze. Die komt daar. Je zeker weten, wow. Dat is echt een schitterende attractie daarvoor. Prachtig. Nou, dan gaan we nog even naar... kijk, Dukstad. Wat zat er in Dukstad? Ik denk dat daar ook niet veel veranderd is. Ik denk, ja, voor Kevin gezien wel. Misschien dat we even een blikje werpen nog naar Dukstad. En er is niet een uitgang. Ja, jammer. Waar is deze uitgang? Oh, hier was dat, ja. Officieel hier wel. En hier hadden wij Dukstad, Dagobert Village. Ook, ja, er staat gewoon heel weinig nog. Boomstenen, kijk, toen had je nog boomhutje. Een pakhuis staat er niet eens meer. Oh nee, het golfterrein wel. Kijk, Vincent's, ja. Ja, nog steeds staat op die hoek, ja. Kijk hoor. Dus dat slava oversteek. Ja. Oh, kijk nou, en de oude hier zo, dat is ook allemaal veranderd. Moet je kijken, joh. Ja, hier zo van die Disney-oortjes hadden we gemaakt, van die Mickey-oortjes. Ja. Hier achter jou. Daar. Ja, daar, die kant op, ja. Ja, ik zie je komen. En dan kon je zo parkeren op de parkeerplaats. Fantastisch. Schitterend. En, dit was ouderwets, joh. Ja. Oh ja, oude vliegveld. Het oude vliegveld is leuk voor speciaal de ode aan Bram, denk ik. Dit is schitterend. Oh. We gaan nu eventjes emotioneel worden, mensen. Het oude vliegveld. Kijk, nou, ik mis hem, hoor. Als ik dit weer zie, ik mis hem wel. Maar het vernieuwde is ook mooi, maar ik mis dit wel, hoor. Kijk eens, jongens. Dit is schitterend. Het vliegveld van Bram. Bram! Kijk eens. Incheck. En dan had je hier die balie en die poortjes. Oh. Ja, dit is toch mooi, hoor. Ja. Bram heeft dat heel leuk ingericht. Dat heeft hij echt wel verstand van. Dat heeft hij heel leuk gedaan. En ook met die winkeltjes tussendoor binnenin. En ook hier had je dan... Werkt het nog? Ja! Ja! Prachtig! Wauw! En deze werken niet. Misschien wat als we plates leggen daar beneden. Hierop. Dan zou die misschien wel moeten werken. Plates, zo. En ja! 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 Oh ja, en hier ook nog. Ja, prachtig van zulke hekken. Dat is toch schitterend? Schitterend. En kijk! Dat moeten we even hebben, hoor. Van die... Als je bij de brand zit, bent... Dan heb je nog Bram zijn oude huisjes. Echt waar? Deze toch... Oh. Zijn toch leuk? Weer... Ja, deze zijn leuk. Ik zal maar het vliegveld gaan, jongens, weg! Wow! Nu staat hier de bushalte. Niet fijn. Nou jongens, het vliegtuig is vertrokken van de Intercity naar... Intercity. Ja, niks. Intercity. De Intercity naar Rotterdam. Deze brandweer. Oh, kijk nou, ja. En de oude huisjes staan daar waarschijnlijk tegenover het treinstation. Klopt dat? Ja, die oude huisjes, die vierkantjes. Superleuk. Nou, wel oldschool dit, hoor. Die trein die is er ook nog. Ja, de trein die blijft er. Is die door dat gebouw ingereden? Even kijken. Ja, voor de helft. Ja, voor de helft. Ja, leuk. Tof. En dan gaan we hier nog. Voor de helft is hij hier afgesneden. Oké. Okay. Ik zou zeggen, nou, dit was echt fantastisch om gewoon even een keertje te kijken door 1.0. We gaan afsluiten bij het kasteel. Ik neem jullie mee. Let's go! En dames en heren, we hebben ons allemaal verzameld bij het kasteel. En Kevin is er natuurlijk weer niet, die is weer weg. En daar komt hij. Daar komt hij. Een vliegende leeuw. Ja. En nou mensen, hier staan we bij het kasteel. En nou, dat is toch ook een schitterend embleem hier. Leroy, waarom moest ik nou elke keer naar... Ja, met mijn rug naar het kasteel staan, zeg maar.
Oh, nou, dat was eigenlijk gewoon voor dit. Alsjeblieft, een cadeautje. Nou, dankjewel. Ja, nou ja, ik, dankjewel. Ja, alsjeblieft. En ik zou niet omdraaien. Wat dan? Dat is een tip. Die niet omdraaien. Oké, okay, dan ga ik wel naar achteren. Nee, doe maar niet. Nee. Ik ga wel naar achteren, ja? Pas je op? Ja, ik doe niks. En... Jongens. Jongens, oh, naar achter. Wat is er? Jongens, wat achter, is er? Wat moet ik... Niks. Oké. Okay. Nee, niks. Moet ik dit lijntje omverhalen of niet? Want het, ik hou van leveltjes om omverhalen. En ik heb het gevoel, gezien de aflevering, ik denk dat er iets gaat gebeuren. Ah joh, doe maar. Ja. Jullie hadden niet hoeven doen deze vurkshow. Ik ben echt heel benieuwd. Jullie waren echt zo... Ik heb een uur lopen wachten. Maar goed, daar gaan we. Huppakee. Rennen. Jezus, hoeveel zijn dit er? Jezus, nee. Het kasteel is gewoon weg. Emma, begin maar lekker opnieuw. Jezus. Nee, joh. Alleen nog net het er is één TNT blokje neonplok. Meen je dit eentje? Helemaal van boven op de toren. Oh, kijk nou schattig. Kijk hoe schattig. Nou, ik zou zeggen, steek maar af. Nog steeds niet. Ja, daar gaat hij. Yeah. Deze wil gewoon niet. Nog steeds niet. Is hij nog steeds niet afgestoken? Is hij nog steeds niet? Oh, hij is nog steeds niet... Nou ja, dat is ook raar. Nou, kom maar. Het kasteel is weg. Dat was ook, het werd ook tijd, want het was een heel erg verouderd kasteel. En nou, dat blokje is ook gegaan. Ik bedank je voor het kijken van deze aflevering. En de volgende keer zijn we gewoon weer lekker in de 2.0 map. Dus wees gerust. We gaan gewoon weer terug naar Back to the Roots, om het zo te zeggen. En, maar dan niet, natuurlijk niet zo, hè? Niet zo. Nee, niet zo, inderdaad. Zo, ja. Je hebt zelfs de attractie. Oh, kijk al die broodroosters. Kijk al die broodroosters hier beneden. Kijk, het oude coin systeem. Echt? Oh, super tof. Maar kijk dan, die broodroosters in de lucht. Kijk dan. Nou... mensen, doei! Dag! Hallo! Doei!